De nieuwe maatregelen zijn voor heel veel van ons echt een klap. En ze zijn ons ook redelijk rauw op het dak gevallen. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik had gisteren echt enorm last van de balen. Ik was er behoorlijk chagrijnig van. En ik denk ook dat het oké okay is. Ik denk dat het oké okay is om even goed te balen, chagrijnig te zijn. Boos te zijn en het ook oneerlijk te vinden. Om je te realiseren dat je door de maatregelen een aantal dingen niet meer kunt en dat het niet jouw schuld is. En dat is oneerlijk. Dat er dingen lastiger worden. Denk aan werken weer terwijl je tegelijkertijd kinderen les moet geven. Al die dingen. Um, maar misschien ook dat je gewoon je business niet meer kan runnen. Dat is echt gewoon zwaar. Vul het woord maar in. En waar ik je toe wil uitdagen is om vanuit dat balen, dat boos zijn en dat oneerlijk vinden, ook vrij snel weer de volgende stap te zetten. En de volgende stap is dat je toch maar weer accepteert dat het is zoals het is. En dat klinkt misschien te makkelijk, maar als je dat niet doet, dan blijf je boos en dan blijf je het oneerlijk vinden. Dan word je misschien zelfs een beetje wanhopig en dat gaat je echt. Nergens mee helpen. Dat gaat je niet helpen in hoe je je voelt en dat gaat je dus ook niet helpen in de resultaten die je bereikt. Dus door eerst maar eens even flink te gaan zitten in het balen en dat ook hardop te zeggen in een video of tegen een geliefde, kun je vervolgens ook dat weer gaan accepteren en eigenlijk gaan omarmen dat dit de realiteit is. En je hoeft het niet leuk te vinden, maar je kunt op een gegeven moment niet anders dan het wel. Waar te laten zijn. Oké, okay, dit is wat het is. Als je daar bent, als je het hebt geaccepteerd zoals het is, dan kun je weer gaan kijken naar en wat kan er wel. En laat dat je mantra worden, je mantra voor de komende dagen en weken. Wat kan er wel binnen deze situatie? Want dat geeft je de energie om ervan te maken wat je ervan kunt maken, of dat nou privé is of dat nou. Homeschooling is, of dat nou kerstvieren is, of, of dat nou je business runnen is. Kijk naar wat er wel kan binnen de huidige situatie. Dus dat zijn de stappen die je te doorlopen hebt in crisistijd. Word even boos. Accepteer de realiteit, want die kunnen we niet altijd veranderen. En kijk vanuit die realiteit naar wat er wel kan. Dan nog een paar praktische tips. Zorg dat je je eigen energie hoog houdt. En dat betekent focus je op waar je dankbaar voor bent. Dat kun je iedere dag even een minuutje doen, of een half minuutje, of zelfs 10 seconden als je voor mij tijdens het poetsen van je tanden. Realiseer je even waar je dankbaar voor bent. Dat geeft een hele andere energie dan alleen maar te blijven schoppen waar je boos op bent. En je kunt voor heel veel dingen dankbaar zijn. Het kunnen hele kleine dingen zijn. Een fijn momentje even 's ochtends bij het ontbijt. Of de gezondheid hè, die je hebt. Uh, of de gezondheid van een ander. Um, dus dat zijn kleine dingen waar je dankbaar voor kunt zijn. Zorg ook dat je blijft bewegen. Zorg dat je naar buiten gaat, dat je wandelt, dat je sport. Als je stopt met bewegen, zet je je lijf vast, zet je je energie vast. Dus zorg dat je blijft bewegen. En geloof me, zin hebben is geen criterium. Je hoeft geen zin te hebben om te sporten of te gaan wandelen. Je kunt het gewoon doen omdat je dat met jezelf afspreekt. Dus spreek met jezelf af dat je iedere dag naar buiten gaat. Dat je iedere dag na de lunch een rondje om het kantoor loopt. Al is het maar vijf minuten. Maar zorg dat je in beweging blijft. En als laatste tip, zorg dat je jezelf blijft voeden met positieve energie, met nieuwe ideeën. Kijk eens een goede documentaire of luister podcast. Ga goede boeken lezen. Zorg dat je die inspiratie, die voeding blijft ontvangen. Positieve voeding. En zorg ook dat je je omringt met positieve mensen. Ik wens je heel veel sterkte en heel veel succes en You Got This.